En beginnen met penselen. Een liniaal. Wat potloden. Dan hebben we natuurlijk nodig onze verf. Dan hebben we terpentine. Schilders, medium. Ik heb nog peut. Dat is eigenlijk vieze terpentine. Om onze kwasten mee schoon te maken. Vaseline. Om onze kwasten goed te bewaren. En in model te zetten. En natuurlijk een palet. Een gewone palet of een afscheurpalet. Een paar palettoppen om het medium te mengen. En oude verflappen. Dit is een standaard kleurpalet voor beginners. Het zwart ontbreekt. Deze wordt zelf gemaakt. Dan moeten we ook nog iets hebben om op te schilderen. Natuurlijk. Wat veel gebruikt wordt is een katoenen doekje. Katoen is aan de achterkant meestal wit. Je ziet het ook aan de structuur. Is voor een paar euro her en der te krijgen. En de wat betere soort katoen kan je bij speciale schilderzaken kopen. Alleen, dit is niet geschikt voor de technieken van de oude meesters. Omdat het is veel te slap. En dan krijg je in de verf krakelé. Dat de verf gaat dan scheuren. En dan hebben we MDF, dat is samengeperst hout. En daar kan je leuke paneeltjes van maken, op eigen maat. Als je dan zeg maar een oud lijstje hebt en je maakt er een klein schilderijtje op maat in, dan heb je een heel leuk compleet geheel. Je moet het wel behandelen met twee laagjes gesso. Daar komen we later op terug, hoe we dat moeten doen. Mazoniet ziet eruit als hardbord, maar het is watervast hardbord. Dat wordt voor wat kleinere werken, voor paneeltjes en zo, wordt dat gebruikt. En we moeten het ook eerst voor behandelen met een paar laagjes gesso en dan op maat zagen. En zo kan je ook hetzelfde als met MDF. Mooie paneeltjes maken en lijstjes die je hebt van de kringloop. Bijvoorbeeld maken we wat ouder en dan lijkt het een heel leuk oude meester. Bijvoorbeeld, even kijken. Hier, MDF. Achterkant is op maat gemaakt, een paar lagen gebak ei. Is heel mooi vlak geschuurd eerst voordat ik ging schilderen. Zodat je heel... Dit schilderijtje met het uiltje en het muisje is ook op maat niet geschilderd. Een oudje van me kijken. Dat blijft heel gewoon goed. Als voorbeeld, en ik heb dat lijstje een beetje een kleurtje gegeven. En dan met fijn schuurpapier heb ik dat oud gemaakt. Dat lijkt net een antiek schilderij. Boven de 50 bij 70 kan je beter op linnen, want dan is het toch, wordt het erg zwaar. Dat kan je vooral zien op de achterkant natuurlijk. Dat jute-achtige structuur. Dat is een beetje bruin en grijs. Je hebt verschillende soorten linnen. Je hebt portretlinnen, je hebt grof linnen. Dus een beetje middenlinnen.
Dat is prima voor technieken van oude meesters. Dat kan je goed spannen en dat zorgt ervoor dat je geen krakelee krijgt. Dat het verf gaat scheuren. En dit zijn echt niet de enigste dragers, maar dit zijn er voorlopig vier.